bij mij in de studio Kurt de Loor over het gouverneursdebacle. SPA gaat een voorstel tot resolutie indienen. Wat staat daarin? Wel, de procedure die 4 à 5 jaar geleden is opgesteld, de uitgangspunten daarvan waren 1. Maximale transparantie, maar ook ervoor zorgen dat er een rol is weggelegd voor het Vlaams parlement. En ja, het verloop is wat dat tot nu toe is qua procedure. Deze Vlaamse regering is erin geslaagd om daar echt een slecht schouwspel van te maken. En dat willen wij met ons nieuw voorstel tot aanpassing en optimalisering van de procedure willen wij gaan verbeteren. Ja, en hoe moet die rol er dan uitzien? Wel, nu komt de Vlaams parlement pas als allerlaatste aan bod in die procedure. Namelijk als de Vlaamse regering al bij consensus een kandidaat naar voren heeft geschoven en een kandidaat heeft gekozen, volgt er een hoorzitting in het Vlaams parlement. Wel, wij met ons voorstel vanuit SPA willen die rol belangrijker maken en veel meer impact geven, dus dat we daar een sleutelrol spelen door van als het assessment klaar is, dat die lijst met geschikte kandidaten die nu naar de Vlaamse regering gaat, dat die naar het Vlaams parlement komt, dat er een ad hoc commissie wordt samengesteld en dat daarin zowel parlementsleden maar ook experten in zitten en dat daar bij consensus een rangschikking wordt gemaakt van de kandidaten en dan pas gaat het naar de Vlaamse regering. Ik denk dat we op die manier het slechte politiek schouwspel en het politieke moddergevecht dat we tot nu toe hebben gezien, kunnen omzeilen. Ja. En ook de partijpolitieke spelletjes kunnen omzeilen. Oké, maar een andere vraag. Als Open VLD nu de procedure wil overdoen, wat zegt SPA dan? Wel, wat wij daarvan vinden, we horen verschillende signalen. Hè. Enerzijds wordt er bij monden van Open VLD gezegd, ja, er zijn grove fouten gemaakt, de privacy is geschonden, die resultaten van de assessment zijn in de pers gegooid. Gaat SPA daarmee akkoord? Wel, dat is onze garantie die wij vragen aan de minister-president, of dat er inderdaad daadwerkelijk fouten zijn gemaakt die van die aard zijn, dat die procedure moet herzien worden. Er is alleszins gelekt en in de privé, ja, absoluut, als dat absoluut gebeurt, volgt er vaak een rechtszaak. Wel, Gwendoline Rutten heeft gezegd dat de procedure caduc is en in de privé, hè, zo is het letterlijk gezegd, ja, dan wordt die procedure nietig verklaard. Als dat inderdaad zo is, dat er nieuwe elementen zijn toegevoegd aan de procedure, we hebben samen kunnen vaststellen dat de resultaten van het assessment in de pers zijn gegooid, ja, dan leidt dat tot een nieuwe procedure. Moet er nu een deadline komen dan om er snel uit te geraken? Want als er nu wordt blijft voort aangemodderd, dan maakt het wel kans dat er pas na de verkiezingen verder wordt gepraat over die gouverneur. Wel, dat is natuurlijk onze vrees. Wij willen dat de Oost-Vlamingen verdienen een gouverneur die slagkrachtig is, die daadkrachtig is. Wij vrezen dat dit nu over de verkiezingen zal worden getild van 26 mei 2019 en dat er dan een koehandel zal ontstaan over een mogelijk vrijgekomen gouverneurschap in Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen, en dat ze dan elkaar misschien wel zullen vinden, met als gevolg dat we weer in het oude stramien vervallen. En dat betreuren wij, vandaar dat we via onze resolutie de procedure willen aanpassen om die partijpolitieke spelletjes te overtuigen. En die procedure aanpassen geldt dan niet meer voor deze post? Dan moet een nieuwe procedure gestart worden, voor deze post ook. Ook voor deze post, de procedure moet worden overgedaan. Als blijkt dat er grove fouten, en het is die garantie die we daarnet gevraagd hebben, of trachten te vragen hebben aan de minister-president, dat we die garantie willen dat er geen fouten gebeurd zijn die ertoe leiden dat de procedure nietig kan worden verklaard en moet worden overgedaan. Maar als die garantie heeft hij jammer genoeg niet gegeven, dan denk ik dat we nog vertrokken zijn voor een lange periode en dat dat we daar nog lang kunnen wachten, ja, en dat die politieke spelletjes zullen blijven duren. Want Gwendoline Rutten heeft gezegd, als het niet onze kandidaat is, dan is er geen gouverneur in Oost-Vlaanderen. En dat valt te betreuren, dergelijke uitspraken natuurlijk. Hè. Vandaar dat we vinden dat in onze procedure dat er hier intern moet over gediscussieerd worden in dit parlement en dan bij consensus, zodanig dat je de partijpolitiek overschrijdt, ja,
Ja, want het zijn nu partijpolitieke spelletjes. De politiek maakt geen al te beste beurt. Men spreekt van antipolitiek, de fundamenten worden geraakt. Klopt. Men spreekt over postjes. Klopt, dit doet de politiek absoluut geen deugd. De Vlaamse regering rijdt zichzelf opnieuw in de vernieling. Het is al het zoveelste dossier. Maar jammer genoeg sleurt ze daar 15 geschikte kandidaten mee in haar val. 15 geschikte kandidaten voor, om provinciegouverneur te worden in Oost-Vlaanderen. Dat is in de eerste plaats heel jammer voor de Oost-Vlamingen. Maar dat is ook bijzonder jammer voor de 15 kandidaten die allen geschikt zijn bevonden voor die functie. En het is tenslotte ook bijzonder jammer voor diegene die het uiteindelijk wel zal worden. Want sowieso blijft hij altijd met die zweem van partijdigheid, met dat politiek gekrakeel, dat politiek moddergevecht, zal die altijd blijven omgeven worden. En dat is bijzonder jammer. Inderdaad. Oké, dankjewel Kurt de Loor van SPA. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.